Dag beste mensen, welkom bij Helma in Hallem. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het breiden van verschillende soorten deeg. Maar ook dat ik op verschillende locaties sta. En dat de ene keer is dat op een oude locatie dat ik daar bijvoorbeeld speculaas moet mengen. En de andere keer is dat op de nieuwe locatie waar we zoals vanochtend fiberboost hebben moeten draaien. Dat vind ik echt de leukste dingen van mijn werk. Nou, ik kom hier 's morgens vroeg eraan bij het bedrijf en dan moet ik mij natuurlijk in eerste instantie omkleden. En dan ga ik naar de mengerij toe en dan bekijk ik op dat moment van wat ik moet mengen. Dan pak ik het recept erbij en dan controleer ik dat allemaal of de grondstoffen verder allemaal goed zijn. En dan kan mijn werk daar beginnen met goede degen draaien, want ja, dat is toch wel het belangrijkste. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat het heel afwisselend is. Niet een storing is gelijk, dus je bent altijd weer op zoek naar een andere oplossing. Dat ik van niets iets maak. De sfeer bij Helma is hartstikke gezellig, hartstikke leuk, superleuke collega's. Er is altijd heel veel ruimte voor een grap en een grol. Ja, ik heb leuke collega's, dat kun je wel stellen. Ik ben 6 jaar geleden ben ik via Randstad bij Helma gestart, gewoon als inpakker. Daarna heeft Randstad mij altijd geondersteund en geholpen met de dingen die ik wou, zoals operator worden en nu dus teamleider. Ja, ik raad het aan om bij Helma te komen werken, omdat wij koekjes maken over de hele wereld. Zijn bijvoorbeeld de smoeltjes, dat zijn de okidokies, de ontbijtkoekjes, honderden. Belangrijke karaktereigenschappen om dit werk uit te voeren, leidinggevende natuurlijk, want je stuurt inpakkers aan, je bent het verlengde van het teamleider. Goed fit en serieus en goed nauwkeurig met je werk omgaat. Ja, als je dat niet bent, dan komen er geen goede koekjes uit over. Je kunt van inpakker wat je machineman, je wordt farmer, je wordt menger, je kunt misschien doorgroeien als teamleider net als mij. Er is van alles te doen. Wat doe jij morgen?